Een hele goede morgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. Het is vandaag woensdag. En niet zomaar een woensdag, want vandaag gaan we het kinderfeestje vieren van... Luxie! Goedemorgen allemaal! Zitten we lekker aan het ontbijt. Luxie is weer lekker met zijn auto in de weer. Ja. En Luxie die ziet er super mooi uit. Paar zijn naar de werk, ja. Dus paar is wel in mijn auto. Ja, met de kindjes hè, van jouw kinderfeestjes. En een paar moeders waren niet op school, dus die konden met ons mee rijden. En een paar moeders die komen hun kindjes brengen. En ze mogen blijven als ze willen, als de kindjes het nog spannend vinden. Hè? Dat hadden we gezegd. Toch? Nou, dit wordt jouw allereerste kinderfeestje, Luxie. Ik heb ook al mijn jurk. Och, kijk, en ze is zo mooi. Een mooie jurk aangedaan en een mooie ring. Eigenlijk kan ik deze ook weer afdoen. Oh ja, ik vind hem er wel mooi zitten. Ja. Toch een bloemetje. Heel mooi, liefie. Heb je er wel zin in, schatje? Ja, hè? Nee, jouw allereerste kinderfeestje. Kunnen jullie dat nog herinneren, jongens? Jullie eerste kinderfeestje? Ja. Ja? Mijn eerste kinderfeestje was bij Jumbo. Ja, dat klopt. En Lucilla, jouw eerste kinderfeestje was volgens mij thuis. Met een hetgeen we verkleden als prinsessen. Ja. Ja, leuk. Ja, en nu voor Luxie. Doe het ook lekker thuis. Ja, en daar komt net een vouw binnen. Ja. Met Jos haar. Ja, Kaartje Candy komt langs. En, ja? En die gaat ook voor onze ballonnenbaas en soepjes uitdelen. Ja. Ja, dus dat wordt één groot feest. En liefie? Nou, superleuk. Eerst even lekker ons broodje opeten. De kinderen hebben dus een halve dag op woensdag. Dus woensdagmiddag hebben we het kinderfeestje. Papa en mama gaan zo eerst nog eventjes kleine boodschapjes halen. Ja, en dan een lekkere... Drinken. Slagroomtaart. Ja, papa zei, wil je een slagroomtaart? Ja, dat schoot ook. Ik zei slagroomtaart. Met de kindjes. Met de kindjes? Vind je dat leuk? Ja. Nou. Ik heb wel met een visite, toch? Ja. Een slagroomtaart. Dat is wel heel lekker, hè? Dat bedoel ik. Ja. Nou jongens, dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. We zingen een lied van de Zeven Gewoontes. Wat goed. Gisteren mochten we niet meenemen na het 10 minuten gesprek. En de juf was trots op Luxie, mama. Ja, een paddenstoel met dit is tip. Kijk, dit is heel leuk. Ze krijgen dus hier een opdracht. Opdracht is, het thema is herfst. Opdracht is maak een paddenstoel met witte stippen. En dat moeten ze dan zelf maken. Okay. En hier ook, maak een portret met propjes papier eromheen. Oh. Nou hier, Luxie portret. Heel veel plezier op school. En wij zien jullie straks weer, hè? Ja. Gaan we een lekker feestje vieren, hè? Zeker. We hebben de kids naar school gebracht. En we gaan nu even door wat boodschapjes doen. En ja, het allereerste kinderfeestje van Luxie, jongens. Ze heeft er zoveel zin in. Ze heeft hier zo ontzettend naar uitgekeken. En we hebben voor haar een kinderfeestje bij ons thuis laten organiseren. Ik dacht sowieso wel leuk om het gewoon lekker in onze thuisomgeving te doen. Aangezien het voor Luxie, maar ook voor de meeste kindjes op haar feestje, is het een van de eerste of het eerste kinderfeestje wat ze überhaupt hebben. Het zijn de kindjes van 4, 5 jaar. Dus het is allemaal nog een beetje spannend. En ik dacht, het is gewoon wel fijn om dat dan lekker thuis te doen. Dat heb ik toen de tijd ook met Lucilla toen gedaan. We hadden een prinsessenthema thuis. Maar nu dacht ik, misschien vind ik het ook wel fijn om het even een keertje uit te besteden. Dat ik zelf niet alle activiteiten hoef te doen en zelf bedenk wat ik allemaal met de kindjes kan doen. Maar dat ik daar iemand voor laat komen die dat voor ons organiseert. Nou, vandaar dat vandaag Kaartje Candy langskomt. En die komt helemaal leuk de kinderen vermaken. Met ballonnen, met sminken, met glittertattoes. En ze neemt een snoepjesbar mee, zei ze. Dus superleuk. En die komen dus straks bij ons. Ze neemt nog haar assistenten mee. Dus ze zijn met z'n tweeën. En ze komen iets eerder voordat de kinderen komen. Omdat ze dan nog wat dingetjes in ons huis kunnen opbouwen. En wat dingetjes kunnen neerzetten. En dan als dan de kindjes komen. Dan kunnen wij het eigenlijk een beetje overdragen aan haar. Hè? Zij gaat dan met de kindjes spelen. En doen, ja, wij mogen gewoon lekker meegenieten als ouders zijnde. Dus dat is wel super fijn. Dus ja, dat hebben we vandaag op de planning, jongens. We gaan nu eerst even naar de winkel. Omdat we
wel leuk vinden om een klein slagroomplantaartje zo meteen nog te snijden als de kindjes thuis komen. Dan kunnen ze ook een andere cadeautjes uitpakken. En dan nog wat drinken. We willen nog wat vers fruit en groenten inslaan. Dus dat gaan we nu eerst eventjes doen. En daarna weer lekker naar huis. Want dan komen ze zo meteen al. Omdat ze nog het een en ander gaan voorbereiden. Dus jongens. Op naar de supermarkt. Wat heb jij nou weer? Mooi. Nee, niet hoeven we niet. Bloemkool. Kijk hier. Oh ja, bokken en lusjes. Hij denkt, ik wil er even een appel en een banaan om. Ja, nou, hier zijn we bij de bananen, jongen. Die vind je mooi, hè? Zo. Nou, in je karretje. Ja. Toppie. En wat appeltjes. Die is wel zwaar. Mag ik jou helpen? Dat gaat heel erg. Hoe is het? Goed zo. Nou, jongen, ben je geslaagd? Is je wagentje vol? Ja, roerbokgroenten, macaroni-groenten, 3 salades, appeltjes, mandarijnen, bananen. Nou, ik vind het een heel gezond drinkmomentje, hoor. Nou, papa heeft taart gevonden. Past dat er nog in, ja? Ze hebben volgens mij weer een nieuwe spaaractie. Voor zo'n mooi boodschappenwagentje, die jij vol hebt, mag jij hier wel bij een beertje uitzoeken. Welke vind je mooi? Heb je toch de egel gehaald voor Kermit de Kikker? Kermit de Kikker. Oké. Zo, jongen. Ik kwam er net bij, hè? Goed zo. Busjes. Busjes. Je moet je karretje terugzetten. Kikkertje mag eruit. Ja, zet hem maar terug, daar. Goed zo. Je hebt precies een volle spaar. Nou. Ja, dan mag je één keer. Nou, goed gedaan, Lucius. Kom maar. Kom, dag, karretje. Ja, dag, karretje. Nee, laat hem maar staan. Ja, goed zo, jongen. Nou, het is weer even later. We hebben lekker het hele huis op orde. En er is bezoek gekomen. En lang gereden. Ze hebben 2,5 uur gereden. Kijk. Hallo. Yes, can I? Goedemiddag. Goeie reis gehad? Ja, zeker. 2,5 uur, hè? Ja, maar ja, dan hebben we wel wat leuks, toch? Zijn we wel hier? Ja, kom er gezellig in. Hoi. Dat is Noah en Jitske. Dat is leuk, hè? Word je wakker en dan zie je op. Ja, had lekker een slaapje gedaan. Ja, ik ga hem ook opladen voor het feestje. Ja, dat is een beetje gek zo na het slapen. Dank je. Hey, ze hebben 2,5 uur gereden voor. 2,5 uur. Ja, oh, dat zou daar. Een paar jaar had de kindjes op. En dan. Nou, deze hebben we even uit de doos gehaald. Kijk, Lucius zit al leuk bij Noah. Deze moet nog een beetje ontdooien, Lucius. Dus papa denkt, ik haal ze maar uit de doos. En wat heeft Jitske daar dan? Kijk dan. Ik ben natuurlijk voor de kinderen een kaartje candy. En dan moet ik wel mijn candy hebben. Zo, Lucius. Er zitten allemaal dingen in. Nou. Ja, tuurlijk joh. Nou, Lucie is al aardig helemaal gewend. En kijk, er is ook al visite. Hé, goeiedag dan. Omi, ben jij er als eerste? Ben jij er als eerste? Leuk dat jullie er zijn, man. Hallo. Hoi. Ga je eens even hoeveel jaartjes ben jij geworden? 5 jaar. Ik ben Kaatje Kenny. Hey Naomi. Ja, die is voor de papa's meegekomen, hè? Voor de mannenramen. Nou. Gezellig. Kijk dan, leuk hebben ze dit gedaan. Ja, kijk, dit is de snoepjesbar. Oeh. Ja, kijk. En nog 2 glazen nootjes. Ja, tuurlijk. Eerste kinderfeestje. Ja, oh, maar dat is altijd even spannend in het begin. Maar zo meteen, let maar op, dan gaat hij helemaal het dak eraf volgens mij. 3,
dan zingen we Happy Birthday to you. Verjaardagsschaaltje. Goed, zo doe jij ook helpen, jongen. Toppie. Nou jongens, dan gaan we eerst even lekker een taartje eten. Alle taartjes die zijn op. Maar dan gaan we nou eens even de cadeautjes doen. Die? Nou, maar van wie is dit cadeautje? Moet je wel vragen van wie is? Die van? Zus? Nou, pak maar uit. Oeh. Wat is dat? Kan je schilderen? Van een? Een unicorn. Wat zeg je dan? Ja, kan je een schilderijtje maken. Hij wil. Ja, als hij een cadeautje ziet. Als hij alles wat hij ziet. Vraag maar, van wie is die? Van Maaike. Dit is een? Oh, dit is leuk. Dit is een armbandje. Mooi. Oh. Die heeft het zo. Hoppatee. Nou, kan die ook uitpakken. Luxie. Kijk, je kan het begin maken. Wauw. Is een kranenmaker. Die is van mij. Ja, had jij die zelf uit? Wat is dat? Sleutelhanger. Kan je sleutelhangers maken? Ja. Leuk. Wat zeg je dan, Liefie? Ja. En dit is een LOL-bal. Oeh. Die mama helemaal zelf uitgekozen. Oh, ook al zelf. Wat zeg je dan? Ja. Ik heb er nog één. En een briefje. Zullen we eerst het briefje even lezen dan, het kaartje? Wat staat er op de voorkant? Dat kan je lezen. Luxie, ja. Dit is een unicorn. Veel liefs Zoe staat er. Dat is lief, van een unicorn. Heb je die ook zelf uitgezocht? Nee, mama. Oh, die heeft mama uitgezocht. Dat zijn, laat eens kijken. Je kan ook die gipsen beeldjes kan je dan zelf maken. En slitten. Oeh, dan kunnen we samen klutsen met Luxie. Dan kunnen we samen vormpjes maken en dan schilderen. Oeh. Wat is dit? Dat is een pen. Hé, wat vind je ervan? Ja. Leuk, hè? Oh, een pen. Oh, dit is lekker zacht. Dat is mooi. En wat zit erin dan? Wat kan je erin doen? Tekenen. Stickers. Met stickers. Altijd goed met stickers. Dat kan niet al. Leuk. Mooi. En de pennen. Dat is ook een mooie pen. Wat zeg je dan tegen Lia? Van Jorne. Oké. Nou, even kijken. Oh ja, nou, dat zal ik dan ik zal het goed gaan lezen als we het gaan doen. Wauw, een LOL stickerboek. Oh, Luxie. Heel veel stickers. Die is leuk. Oh, heel veel stickers, hé. Kun je lekker plakken. Wat een wennerij. Wat een wennerij, ja.
Dat is, oh, wat leuk, ja. Die kan je uitpakken en dan is het zo'n knuffeldingetje. Is het voor jou? Nee. Kijk eens naar de lusjes krijgen. Kijk, hij is een lolly. Hij is een lolly. Dingetje, toch? Ja. Oh, en een kaartje. Ja. Zit in de fotokamer. Ja. En de warme knoopjes, hè? Hé, hey, nou, wat zeg je dan tegen alle kindjes? Dankjewel. Dankjewel, hè. Heel lief. En weet je wat erop staat? Vijf. Omdat jij 5 jaar geworden bent. Die mag jij. Helemaal van jou. Even tussen de cadeautjes door. En dan moeten we deze... heel goed te gaan vastmaken. Weet je wat er anders gebeurt? Gaat die helemaal naar de plafond? Ja. Komen we dat denk ik niet meer bij. Dat denk ik ook niet. Nee. Is dat van jou? Moet je een hele open ladder. Een hele open ladder. Ja, of je moet helemaal wachten tot er geen helium is. Ja, dat kan ook. Dan zakt hij weer. Dat kan ook, inderdaad. Hier, om het hoekje donker. Daar staan ook nog allemaal hele leuke dingen. Kijk hier van Noah ook nog wat mee. Dat is Noah. Ja? Dan beginnen we natuurlijk met een zakje soep, hè? Ja. Toch? Ja. En dan mag jij mij vertellen welke van deze jij heel graag wil hebben. Maar je mag er meerdere kiezen, hoor, niet maar eentje. Dat is dan ook zomaar alleen, toch? Die? Kan je het ook allemaal goed zien? Ja. Ja, maar ik kan het niet. Moet ik een trapje erbij zetten? Ja. Oh, daar kwam nu al mee. Wauw. Ja. Goed zo, Luan. Oh, banaantjes. Ook een paar van uit. Een leuke snoepjes, Bara, Luxie. Ja. Lekker, lekker, lekker. Welke vindt jij dan ook de regenbooglollies? Ja. Krijg jij van mij eerst deze? Dat is die helemaal voor jou. Alsjeblieft. Wat zeg je dan, Luxie? Oh, in de rij staan? Ja. Terwijl ze daar nog in de rij staan voor de snoepjespaar, zijn hier ook alweer allemaal dingetjes. We hebben hier allemaal smink opgebouwd. En dit zijn allemaal tattoos volgens mij, hè? Glittertattoos. Glittertattoos. Oeh, Luxie. Wauw, heb je die uitgezocht? Die is mooi. Er zijn allerlei soorten figuurtjes. En dat zijn allemaal van die glittertjes. En die plakken dan op het lijn. Dan heb je een mooie glittertattoo. Hallo, blauwe handen, blauwe handjes. Ik ga nog uitleggen. Ja. Vind je ook wel leuk? En jij wil hem op je voorhoofd, hè? Ah, ja. Op je wang. Hé, hey. Roos. Op je één nek. Daar zie je nog een beetje. Glittertjes erop. Die wordt mooie, Lucie. Ja. En dan gaan we nu zwaaien. Uurtje eraf. Wauw. Heel mooi. Een unicorn. En... is jouw lievelingskleur dan roze? Ben je dan ook een roze unicorn? Oeh, wauw. Dat wordt een mooie unicorn. En hier ook. Je krijgt ze ook glittertattoos. Oeh, hondenpootje.
Oh, ja. Even kijken. Mooi, hè? Het lijkt op jou. Het lijkt inderdaad op een mooie ballon. Al de vlogs, vertelde haar mama, sinds dat jij geboren bent. Dus het is al 8 jaar. En toen zei ze, oh, mag ik dan mee als assistent? Dus is zij gelukkig meegekomen om haar te helpen assisteren. Doe je prachtiger, Noah. Vind je het grappig om hier nou te zijn, Noah, als je dit zo ziet? Of is het anders dan in de video's of hetzelfde? Leuk, hè? Mooi zo, je bent mooi opgemaakt, zeg. Zijn papa ook zich laten sminken als een leeuw. Ga ik vanavond naar de sportgroep toe en dan ben ik gesminkt als een leeuw. Dat zal ik maar niet doen. Papa niet sminken? Nee? Ja. Mag je hier uitpakken? Busjes wel ook, snoepie. Oh, dat is lekker, jongen. Bananen. Bananen. Oh, Luan, wat is dit nou weer? Die nieuwe elboeks, mama. Hij heeft hier een kastje gevonden en dan zit hij hier aan de knopjes. Wat ga jij doen nu? Mag dat wel voor Kaatje Candy? Luan. Anna-Maria. Anna-Maria, koekoek. Anna-Maria, koekoek. Anna-Maria, koekoek. Ik zie hem bijna. Ik kom niet met zandbeen. Ja, koekoek. Ja, hij wou niet slapen, man. Jongens, kijk nou eens jongens wat Lucius doet. Hij pakt een krukje om daar bovenop te kunnen. Och, jongen toch. Je kunt het ook gewoon even vragen aan papa hoor. Ja. Die? Vind je dat lekker, jongen? Nou, volgens mij mag deze snoepjesbar hier altijd wel blijven staan in de kamer. Dit is hier wel mooi. Ja. Thank you.
10. Ze zijn nu daar lekker aan het sminken. Glittertattoos hebben ze gezet. Snoepjes hebben ze gegeten. Luxie is nu met een paar meiden boven lekker aan het spelen. Want ze zijn even te wachten tot de andere kindjes ook nog gesminkt zijn. Mama, ja. Ik heb dezelfde. Hebben jullie dezelfde? Wauw, mooi hoor. Dit is het fort. Zul je erheen? Ja, ik hou even stukjes vast. Maar hier kan je wel staan. Daar kan je staan, ja. Zie je, chillen. Ga lekker chillen. Hey! Dit gebouw. Ja, dat hebben we allemaal gebouwd met platen. Ja. Ik zie. Hiep de piep. Ja, goed. Ja. Maar kijk, nu kan jouw hondje nog niks zien. Zie je? Daar heb ik jou ook nog wel. Ja, dankjewel. Ga even zoeken. Nog drie. Ik heb nog twee. Zo? Die is mooi. Kijk eens, overal. Mooi, heel veel geoefend. Ja, dat zei jij ook al, hè? Dan kunnen jullie er ook. Dit is geen zwaar. Doen jullie dan wel eens in een ballon knippen? Nee. Nou, zullen we aftellen? Ja, drie. Hé, jongen. Ik zou dingen vangen. Nee. Het zou een beetje zonde zijn met jouw mooie vlinder, hè? En roze. Nou, dan ga ik even de roze ballonnetjes pakken voor jou. Leuk feestje, Luxie. Ja, hè? Leuk feestje. Even zoeken. Die is ook mooi, Zoe. Ik ga het eens opstapelen. Knuffel, leuk dat je er was. En tot de volgende keer, hè? Met bedankt voor het gauw, hè? En hier nog in de rij voor de laatste ballonnen. Er komt geen eind aan, hè? Want jij wil ook een zwaar, toch? Ja, nee, ik ga voor wat anders. Oh, cool. Een aap. Een aap, ja. Leeuw. Ja, leeuw. Ja, oh, leeuw kan zo. Wauw. Ah, perfect. Zij wil ook een speciaal. Gezellig, hè? Nou, en alles komt een eind. Hallo. En hier komt helaas ook weer een eind aan, maar ze willen allemaal niet weg, hè, Lu? Hé, Luxie, alle kindjes willen blijven, Luxie. Maar dit is toch ook super gezellig. Hé, alle kindjes willen blijven. Gezellig, hoor. Ja. Welke kleur neem je? Ik heb wel een heel andere kleurtje, hoor. Ik weet niet, deze. Oh, nee. Oh, echt, hè? Dus dat wordt een leeuw, nu, hè? Een mannenleeuw, hè? Ja. Met manen, net zoals hoezel, hè? Ballon maken, dan lijkt het meer op een hondje. Ja. Alsjeblieft. En kijk eens voor een vriendinnetje. Oh, leuk.
Nou, was gezellig. En allemaal weer tot morgen op school. Hè? Ja. Tot morgen op school. Doei. Wauw. Nou, alle zoetzakjes op. Heb jij ook een ballonnetje, jongen? Kijk, wat is dit dan? Is het een aapje? Is het een aapje? Is het apen? Is het apen? Kleine vent. Vond jij het een leuk feestje? Ja. Jawel, hè? Heb je nog een zakje? Een zakje over. Maar dat zakje is voor jou. Ja. Je had ook een zakje voor jezelf. Dan ga je voor je kinderfeestje. Dat was superleuk, hè? Nou, dan moeten we lekker nagenieten. Jullie heel erg bedankt voor het onredelijke 50e verjaardagsfeestje. Even aan. Ja, ik vond het super gezellig om hier te zijn. Echt, hè? Ja, wauw. Vond je het nou weer een leuke vlog erbij, even dag? Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje en we zien jullie morgen weer in een nieuwe. Tot morgen. Doei. Plek de dag, want de tijd vliegt snel voorbij.